Ik ben geen weerman, maar ik denk dat jij vanavond plaatselijk wel 18 centimeter gaat krijgen. Gina heeft het mooie Brabant verlaten voor een welverdiende vakantie in het zonnige Albufeira. De plek waar elke dag door jongeren wordt gefeest in het bruisende uitgaansgebied. Vanavond is de eerste stapavond en om dit een groot succes te maken gaat Gina het strand op om met het Celebration Team op zoek te gaan naar dorstige jongeren. Vanavond gaan we de boel op stelte zetten bij Celebration. En daar hebben we natuurlijk wel mensen voor nodig. En dat is precies wat ik ga regelen met het Celebration Team. Oké. Maar wat gaan we doen? We gaan mensen zoeken om mee te feesten, toch? Ja, lekker man. Ja, we gaan er een heel leuk feestje van maken. Keihard zuipen. Ik heb er zin in! Let's go! Nou, we zijn op het strand. Ja, zeker. Er zijn heel veel Nederlanders. En ik heb ook nog wat leuks voor je meegenomen. Oh? Celebration shirtje die je mag aantrekken. Oh, lekker. Toch? Oké. Nou, we lopen gewoon heel even naartoe. En het belangrijkste is dat we gewoon laten zien hoe leuk en gezellig we zijn. En dat we het heel leuk vinden als iedereen komt en dat iedereen welkom is. Oké, nou laten we strand duiken dan. Toch? Nou, ik zie hier een hele gebruinde, gespierde man. Daar ga ik naast staan. Hoe lang zijn jullie hier al? Eén dag. Eén dag? Ja. Hebben jullie al wat geregeld? Hoe is het? Heeft een hele leuke avond gehad. Ja. Oh! Once in a lifetime experience. Wat is er gebeurd gisteravond? Kort over één was ik al gesneuveld. Want we gingen een beetje shotjes doen en zo en toen was het gelijk klaar. Het is hard gegaan. Ja, maar ja. Er was één iemand en die lag niet meer bij ons in de kamer ineens. Die was ergens anders in Albufeira te vinden. Er zijn al hele vieze dingen gebeurd. En jij? Ja. Ik doe rustig aan. Ik ben de tweede nacht al flink brak gegaan en heb mezelf helemaal ondergekost, dat is wel handig. En hoeveel chicks gaan we vanavond hosselen? Eén per persoon. Eén per persoon? Zo, we doen voorzichtig hoor. Nee, zes. Ja. Zes? Vier. Vier? Als ik nou zeg dat degene met de beste openingszin een bucket van mij krijgt vanavond en een borrel. Gewoon klassiek, hè? Gewoon klassiek. Klassiek. Deed het pijn toen jij het hemel viel? Ah. Hij is wel smooth, Ja, ik krijg van mij een bucket! Ja! Wie heeft er een goede openingszin? Ik ben geen weerman, maar ik denk dat je vanavond wel plaatselijk 18 centimeter gaat krijgen. Eigenlijk best wel goed, maat. Jij gaat hosselen vanavond. Hartstikke leuk, Gina, die openingszinnen. Maar het wordt nu echt tijd om mensen uit te nodigen voor vanavond om die tent volledig op zijn kop te kunnen zetten. Waar gaan jullie vanavond naartoe? Weet we nog niet. Ja, we gaan naar Celebration. Het is namelijk vanavond Full Moon Party. Dus als je vanavond de chickie wil regelen, vanavond Celebration, Full Moon Party. Allemaal zonder shirt graag, dankjewel. Jullie krijgen vanavond van mij een verrassing als jullie naar Celebration komen. En we zijn alweer overtuigd. Full Moon Party! Ja! Kijk, dat is een betere werk. Dit belooft een mooie avond te worden. Laten we snel teruggaan naar Celebration voor een welverdiende borrel. En hoe kan dat nou beter dan met een traditionele Portugese tuk-tuk? We zijn nu bij onze bestemming. Het is wel een lekkere omgeving zo, hè, om te werken. Ja, het weertje is top, dat helpt er wel bij. Hosselen is wel een dingetje hier. Nee, is zeker een dingetje. Het gaat allemaal een beetje vanzelf, hè? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk al zin in een borrel gekregen. Ja, ik denk dat je niet de enige bent. En dit is ook zeker niet de enige borrel vandaag. Vanavond gaan we de boel even flink op stelte zetten. Op Albufeira! Hoe vonden jullie dat ik het gedaan heb vandaag? Echt fantastisch. Echt superleuk. Ja. Nou, ik heb er zin in. Ja, ik ga jullie vanavond zien. Ja, natuurlijk. De avond valt in het mooie Albufeira en de nacht kan beginnen op de strip. De shotjes vloeien en de feestgangers hebben er zin in. Dit betekent dat het feestje nu echt kan beginnen. Ja, we hebben flink ons best gedaan vanmiddag. Heel wat mensen bij elkaar gesprokkeld. Ik ga meteen even een kijkje nemen, want volgens mij is het wel gelukt. Er staat bommetje vol hier. Hey Floor! Hey! Zellig dat je bent! Ja! Het is helemaal vol, joh, hè? Ja, maar ook gezellig. Waar is je versiering? Wow, Full Moon Party. Full Moon Party, ja, dat is ook zo. Joh, moet er wel een beetje een thema bij passen, hè? Zo. Zo? Prachtig. Daar gaan we. Cheers, hè? Vrienden! Hey. Als jullie tegen zouden komen dat we een borrel zouden doen. Een borrel! Jongens, santé. Hey, met de brood.
leuk. Albufeira, één woord. Geweldig. Wat doe jij in Albu? Ik werk hier, lieve schat. Jij werkt hier? Ik werk hier. Hoe ja. is dat hier? Het is enig. Ja, ja, hè? Heel leuk. Ja, we zitten hier bijna iedere dag. Ja? Ja, dat is een beetje, je hebt toch een stukje Nederland hier. Dat is heel ja. gezellig hier. Ben je vrijgezel? Ja, hartstikke vrijgezel. En dan houden we het zo, jongens. Hou het gewoon zo. Even klaar mee, die gasten. Ja, helemaal niks. We houden het lekker zo. Heb je wel een beetje gefixt hier? Nee, schat. Niks. Nee, nee. En dan hou ik ook zo. Ik heb geen zin meer in mannen. Ik wil niet meer. We gaan gewoon overstappen op vrouwen. Nee, ook niet. Nee. Niet? Gewoon alleen. Zou je mij niet doen? Ik zou jou wel doen hoor. Oh ja? Mensen, als ze zeg maar niet weten wat ze moeten doen om vrouwen te versieren, wat moeten ze doen? Ja, gewoon gezellig zijn, lekker op de vrouwen afstappen. En dan gaat het vanzelf goed. Zo moeilijk zijn ze hier. Hey, hoeveel vrouwen heb jij gefixt dan deze vakantie? Deze vakantie? 16. Hij heeft er 16. 16? Nee, nee, nee. We staan momenteel op 4. Ja, nee. Olden. Nee, we zijn er meer. We waren er 6. Zullen we even een bol doen? Ja! Zijn jullie toch gekomen? Heb jij je openingszin al gebruikt? Nee, nog niet. Laten we beginnen met een bol. Met een bol. En daarna krijg jij een verrassing van mij. Ja, deal. Kijk eens! Wat een verrassing! Heerlijk zo'n bucket. Dit betekent dat het feestje nu echt kan beginnen. Geniet ervan jongens, maar gaat er nog gefixt worden vanavond? Ik ben geen weerman, maar ik denk dat je vanavond wel plaatselijk 18 centimeter gaat krijgen. What the fuck? Gefeliciteerd! Heb jij een leuke verjaardag? Zeker! Heb je al een kus gehad van een man vanavond? Nee! Ik heb iets voor jou. Ik heb namelijk hele knappe mannen daar staan bij die boksbal. En die heeft een hele leuke openingszin. Ik ben geen weerman, maar ik denk dat jij vanavond plaatselijk wel 18 centimeter gaat krijgen. Ze is jarig. Gefeliciteerd. Klein kusje. Kus op de wang, kan ook toch? Hoi. Oh, ja. U bent altijd in Breda, toch? Ja, wel eens, ja. Was dat je openingszin, of? Nee, tuurlijk niet. Wat ruikt hier? Hè? Wat ruik ik? Heb jij scheet gelaten? Nee. Niet? Oh, want je blaast hem omver. Geweldig! Dat is een goeie. Ik was helemaal omver geblazen. Gaan we even een bol doen? Ja, ik vind het goed. Ja! Tijd wordt om even lekker de strip op te gaan, dus let's go! Hier, allemaal goede billen. Wauw! Hier zie je ook dat er gehosteld wordt. Hey! Alles goed? Nee, alsjeblieft niet. Ben je lekker aan het hosselen, maat? Mevrouw, ze zijn aan het zoenen. Ja, lekker. Dan moet je hun toch niet lastig gaan vallen. Oh, dat is wel waar, ja. Nee. Hoi. Hey. Hoi. Oh, ik vind jou nu helemaal gezellig. Ja, ik vind het ook gezellig hier. Groetjes uit Albu. Groetjes uit Albu. Volgende week wordt Gina wakker in de Playboy Mansion. Dat wordt niet gekist in de Playboy Mansion. Maar dat is wel gebeurd natuurlijk. En gaat ze met deze charmante jongens op pad om bloedmooie vrouwen aan te spreken. Dames. Hoi.